Dag Leslie-Jan, excentriek voor u vandaag, ja. Met een mooi kleedje. Dank u wel. Wat is het merk of het huis? Het is van BCBG Max Azria in Antwerpen. Is dat niet voor jou, die kledinglijn? Nee, toch? Nee, ze hebben ook mijn kleedje van Pamela Anderson gesponsord en dan nu ga ik daar eigenlijk regelmatig langs. Ja, excentriek voor jou vanavond. Nu werken, een beetje rondlopen? Ja, nu is het eigenlijk een beetje ontspannen. Eens kijken wat hier allemaal te bieden is. Hè. Ja, excentriek is altijd zowel een van de hoogtepunten van het jaar als het gaat over lifestyle en ook contacten leggen en netwerken en zo. Ja, Norbert en Rosie zijn ook gewoon twee hele lieve mensen met wie ik al een aantal keer heb samengewerkt en altijd heel blij mee was. Dus ik heb mij heel veel plezier dat ik hier vanavond aanwezig ben. Wat staat er nog op het getouw voor u? In de toekomst? Heel binnenkort? Vanaf 18 mei mag ik meer zeggen. Momenteel het enige... Klein tipje. Het enige dat geweten mag worden is dat er begin oktober mijn nieuwe boek van de Beauty Bijbel uitkomt. En voor de rest mag ik nog niks zeggen tot 18 mei. Ja. En hoe was jouw vorige boek? Goed gelopen? Ja, zeer goed gelopen. Dus daarom ook dat de uitgever met mij een vierde boek wil maken, waar ik heel blij voor ben. Want in deze tijd is dat niet zo simpel om als auteur om het half jaar vier boeken te kunnen uitbrengen. Dus het is heel goed gelopen. Hè? Ja. Hoe was het met Pamela ondertussen? Ook heel goed. Die woont ondertussen terug in Canada en dat wou ze ook eigenlijk. Dus ik ben ook wel blij voor haar. Al gaan bezoeken? Nee, nog niet. Ik heb daar momenteel echt geen tijd voor. We hebben met de schoonheidsschool ook heel veel werk, dus dat heeft momenteel eventjes prioriteit. Ja. Wij duimen voor jou. Dankjewel, Willy.